Hallo, in deze video ga ik je uitleggen hoe je het beste verf uit je kleding kunt halen. In principe mag dat niet gebeuren, maar goed, het kan voorkomen natuurlijk dat je verf in je kleding krijgt. Bijvoorbeeld je bent aan het rollen, een deur aan het rollen met een lakverf en er kunnen wat spetters op je kleding. Dat kan gewoon gebeuren. Kijk, als je dagelijks doet, dan overkom je dat niet, maar als je dat enkele keren doet, dan kan het best gebeuren dat er verf in je kleding komt. Nou goed, wat moet je dan doen? En hoe kun je dan het beste handelen als je constateert van, hé, ik heb verf in mijn kleding. Nou, wat ga je dan doen? Je kunt het allerbeste, pak je een keukenpapier of een toiletrol en ga eerst die verf een beetje deppen. Ga niet wrijven. Dat is het niet goed. Dus gewoon eerst gaan deppen. En dep zoveel mogelijk verf van je kleding af. Dus de verf zuigt namelijk in die keukenrol. Is er nog niet genoeg, doe het nog een keer. Doe het nog een keer. Net zolang dat die verf helemaal weg is. Nogmaals, niet gaan wrijven. Daarna pak je een wattenstaafje, doop je in de terpentine en maak die vlek voorzichtig schoon. En ga net zo lang door dat de verf eruit is. Pak weer opnieuw een wattenstaafje. Ga weer opnieuw over de vlek heen. En net zo lang dat de verf eruit is. Als je dan klaar bent, doe je kledingstuk in de wasmachine. En laat het programma draaien en je verf is uit je kleding. Goed. Op zich is dat niet zo moeilijk. Maar goed, wat is er aan de hand? Of wat kun je doen? Als je ook verf in de kleding hebt en het is al opgedroogd, ja, dan is het een ander verhaal. Dan moet je iets anders gaan handelen. Dan moet je eerst proberen het voorzichtig met een heel klein fijn schraapje eraf te schrapen. Ook niet een te scherp voorwerp, hè, maar dan krijg je dus, ga je kledingstuk vernielen. Dus probeer het iets voorzichtig met een stomp iets, zo stomp mogelijk, de verf eraf te schrapen. Vervolgens pak je een bakje waar je terpentine in doet en dan leg je alleen het gedeelte kledingstuk erin waar dus de verf zat. En dat leg je ongeveer 5 à 6 minuten in het terpentinebad. Als je dat gedaan hebt, spoel je het na met water. Mocht de vlek er niet uit zijn, doe je het nog een keer. En dan herhaal je het nog een keer. Doe alleen de vlek in een bak met terpentine. Je kunt ook een wasmachine gebruiken. Terpentine of wasmachine maakt in principe niks uit. Nou, daarna, als de vlek er bijna uit is, je ziet dat de vlek weggaat, herhaal hetzelfde. Doe het kledingstuk in de wasmachine en de vlek is eruit. Zo simpel is het dus. Het natte verf kun je het beste doen door deppen en met een wattenstaafje in de machine. Opgedroogde verf kun je het allerbeste wegschrapen, de vlek in de terpentinebak leggen en daarna in de wasmachine. Goed, nu ben ik heel benieuwd dat er nog meer methoden zijn. Er zijn vast wel meer methoden om verf uit je kleding te halen. Daar ben ik ontzettend nieuwsgierig naar. Als er iemand is en die luistert naar mijn video, laat mij het dan weten. Hoe zijn je ervaringen mee? Heb je andere methodes? Want ik heb wel eens gehoord, oma weet raad, heeft ook bepaalde methodes. Misschien heb je daar goede ervaringen mee. Schrijf dan een reactie onder deze video, zodat wij dit met iedereen kunnen delen. Want de Schilderpret is erop gericht dat iedereen gratis informatie krijgt en dat de oplossingen moeten voor de hand liggen, maar daar is eigenlijk Schilderpret voor opgericht. Daar heb ik het ook voor opgezet. Dat iedereen daar die kennis mag delen. Nou, waarom zouden we dat niet doen? Goed, ik ben heel nieuwsgierig naar jullie reacties en naar jullie bevindingen en naar jullie ideeën. Wat jullie, misschien heb je wel een veel beter idee van Piet, maar luister, ik heb een veel beter idee om verf uit de kleding te krijgen. Wat doe je moeilijk? Kan, tuurlijk, ik sta overal voor open. Dus laat een reactie achter. Ik wens jullie dan ook veel succes met de verf uit de kleding halen.